Dit is Rudy. Rudy is een rappe gast. Rap op de fiets naar het werk, rap een meeting doen. Rap zijn broodje met geplette avocado en zijn kombucha bestellen en rap even die foto van zijn vriendin op Instagram liken. Rudy is een rappe. Vooruit met de geit, de koe bij de horens en noodslapende honden wakker maken. Naar de cinema, naar de kapper en naar de boma. Ook voor zijn centen mag het rap gaan. Rap die factuur overschrijven en rap even checken hoeveel er op de rekening staat. Maar wacht eens even, Rudy. 3.200 euro. Hoe ga jij daarmee je pensioen betalen? Dat zal er rap door zijn, Rudy. In de cinema, bij de kapper en in het rusthuis. Want Rudy's pensioen zal maar ongeveer 60% van zijn laatste netto-loon bedragen. Voor alle rappe Rudy's en snelle Sonja's is er gelukkig een oplossing. Pensioensparen. Hiermee steek je elk jaar tot 1.270 euro in een apart potje. Vadertje Staat vindt dat de max. Want je kan tot 317,5 euro terugkrijgen via je belastingen. Eenmaal je op pensioen bent, krijg je het bijeengespaarde bedrag. En een potentieel rendement erbovenop. Usain Bolt is rap, maar Rudy is rapper. Want hoe vroeger Rudy begint met pensioensparen, hoe meer centen hij later kan krijgen. Daarom begint Rudy nu al met pensioensparen. Slim gezien van Rudy. En nu rap een fritje prikken en rap die nieuwe foto van zijn vriendin op Instagram liken.